Deze leuke tis Oscar. En deze leuke tis Hilde. En samen zijn we Finding a Better Way to Live. En we zijn op de fiets, op fietsavontuur. En we zijn aangekomen op Ecolonie in Hennezel. Dat is een woongemeenschap en we willen jullie graag daarvan wat laten zien. We zijn hier met ongeveer kleine 10 mensen die vaste bewoners zijn. En daaromheen zit een kring van permanente participanten die hier al langer dan een jaar zijn. Daarnaast zit er een ring omheen van tijdelijke participanten. Dat zijn mensen die hier minimaal 14 dagen meewerken tot een jaar. Welcome everybody to the weekly meeting. We talk about practical things like kitchen schedules, breakfast. Om een mens te kunnen zijn, vinden wij, moet je opgroeien in een divers klimaat. Niet voor niks hamert men in de natuur op de biodiversiteit. Maar als mens vergeten we wel dat wij ook natuur zijn en ook die biodiversiteit nodig hebben. We hebben 24 projecten. Kaas maken, brood bakken, bijenteelt, groentetuin, kruidenverwerking, wekken zoals er nu gebeurt, gastenverblijf, festivals organiseren, terrein, nou noem maar op. Hoi, ik moet poepen. Ik zie dat hier een biotoilet is. Als ik hier naar beneden kijk, dan zie ik een hele grote dubieuze berg. Even kijken of we ook wat horen. Hier zit ook nog een gaatje, misschien kunnen we nog iets zien. Hey, foei. Dat valt eigenlijk heel erg mee. Het valt mee, maar valt het ook lekker? Je hoort een droge plof. Dus dat is ja, eigenlijk wel fijn, want in veel Nederlandse toilets krijg je een soort natte plants in je billen als je behoefte naar beneden valt. Ik denk dat het heel zonde is dat we heel veel drinkwater gebruiken om toiletten door te spoelen. En met zo'n biotoilet heb je dat eigenlijk helemaal niet nodig. Je gebruikt helemaal geen water. De poep wordt omgezet in een soort aarde. Dat kan je hier ook zien. Dit is het uiteindelijke eindresultaat van een jaar of zo composteren van menselijke uitwerpselen. En dat ruikt gewoon hartstikke lekker naar bosgrond. Structuren creëren waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten op een ondogmatische manier en in een ecologische setting. Dat is denk ik de essentie van mijn bestaan geworden. Maar dat wist ik niet toen mijn vrouw en ik hier toevallig langskwamen zoals jullie. Hmm. En hier een nacht in ons tentje verbleven. En toen enorme dromen kregen, helderziende dromen. Toen wisten wij, in de ware zin van het woord, van weten, dat we hier moesten zijn om deze plek verder te helpen ontwikkelen. En ja, dan ga je aan het werk. Meer niet. Muntblad ligt hier te drogen, maar dit ligt nog niet zo heel lang te drogen, zo te zien. Hoe ruikt dat? Ja. Ik heb wel zin in een kopje munt nu, met honing. Je kunt zeggen dat werken en vrije tijd in de maatschappij gecreëerd is om werken, om geld te verdienen, om vrije tijd te creëren. Maar als je een gepassioneerd leven wil, dan valt dat weg. Het gaat er steeds om dat je met liefde je taken doet en dan zul je zien dat dan alles inclusief is. In die maatschappij wordt alles exclusief gemaakt, ook op het gebied van de geest. Maar op het moment dat je met liefde en aandacht je dingen doet, dan ben je aanwezig. En in die aanwezigheid is alles besloten en dan gebeuren er die dingen die voor jou op dat moment nodig zijn. De spiraal is een spiraal dus die je kan lopen. In het midden staat een hele oude spar, een Douglas spar. Die houdt je veilig, die geeft je een geborgen gevoel en dan kan je dan je wens bij doen of even knuffelen om de kracht van die spar tot je te nemen en dan weer in stilte naar buiten om die spiraal naar buiten te gaan. Ben je gelukkig? Met dat soort vragen hou ik me nooit tegen bezig. Nee. Als je naar de hele wereld kijkt, dan kun je toch niet gelukkig zijn? Als je leefmilieu van mijn kleinkinderen naar de kloten gaat en van jullie kinderen. Ik denk dat het geen begrippen meer mogen zijn op dit moment. Ik ben wat dat betreft, denk ik van kom op. We kunnen pas weer gelukkig zijn als we als mensheid met elkaar weten dat die aarde behouden moet worden als leefklimaat. En wat ik zie is dat er veel te veel aandacht is nog voor de frivoliteiten van het leven. Dat de dringende noodzaak om te veranderen veel groter is dan mensen wel beseffen. En dat het eigenlijk geen tijd meer is om op de fiets te stappen naar de Middellandse Zee. Het is heel complex, dat realiseer ik me ook. Maar goed, deze plek maakt het dan nog een beetje overzichtelijk. Zo kun je het beste zeggen.
Nou, we zitten hier bij ons tentje op de Zilverweide van Ekelonie. Vond je dit een leuk filmpje? Vond je dit een leuk filmpje? Laat het ons weten in de comments. Nee. Zo dadelijk gaan wij ons kampement hier opbreken om verder te fietsen. En dan gaan we naar een volgend plekje om weer een cool filmpje op te nemen. Als je dat wil zien, volg ons op Facebook of op YouTube of op onze website findingabetterwaytolive.com. En wij gaan dan nog even lekker muziek maken. Gitarlele spelen. Gitarlele spelen. Maar tegen jullie zeggen we doei. Doei.